Het is weer bijna zover. Het WK voetbal in Brazilië gaat beginnen en het Nederlands elftal is aanwezig. Alleen ze hebben nou niet echt een verpletterende indruk op me achtergelaten in de oefenwedstrijden. En de eerste wedstrijd van de pool is direct tegen Spanje. Dus ik ben benieuwd wat het Nederlandse volk ervan verwacht. Ik ga het uitzoeken. Wat verwacht je voor het Nederlands elftal? Verliezen. Niet zo heel veel. Nee? Nee. Nou, ik denk dat het snel afgelopen zal zijn. Hey, het WK voetbal, heeft u er een beetje vertrouwen in? Ja. Ja? Nou ja, zeker weten wel hoor. Omdat de nieuwe trainer heeft allemaal jonge talent genomen. Of ze helemaal het eind gaan halen, daar heb ik toch wel mijn twijfels over. Ik heb vertrouwen op de heren. Ja? Ja. En de heren gaat ons helpen? Winnaar, hij is ons overwinnaar, ja. Hij geeft zo'n kans. Ik heb er weinig vertrouwen in, dus ik denk wel dat ze de finale gaan halen. Ja, eerste wedstrijd tegen Spanje, wat verwacht u daarvan? 0-0. Ik hoop op een gelijk spel. Maar ja, ik denk zelf dat we die wel nip verliezen. Spanje had de eerste wedstrijd ook verloren 4 jaar geleden, dus maakt niet zo heel veel uit. 3-1 verliezen. 3-1 verliezen. Ja, nou ja, goed. Het vertrouwen is erg hoog hier in Rotterdam op dit moment. Maar ik denk dat Vergaal het systeem van Koeman speelt. Mm-hmm. En dat het toch eigenlijk een beetje de enigste manier is voor dat Nederland zelf al. Ja, met al die Feyenoorders moet het goed komen natuurlijk. Denk het wel. Als de geest versterkt wordt door gebed door de Heer, dan worden ze ook lichamelijk worden ze krachtiger. Ja, ja. He, dan krijgen ze, God is een God van power, krijgen ze wat meer power. Ja. Dan worden ze door bemoedigd. Tot slot, waar gaan we eindigen? Wat denk jij? Ik denk halve finale. Ja, eerste plaats natuurlijk. Ja? Hallo. Nederland is gewoon niet meer wat het vroeger was. Dus ja, we gaan het zien. Ik hoop wel dat ze winnen, maar ik weet het niet zeker. Ja. Ik denk dat we tweede worden in de pool. En dan doorgaan tegen Brazilië. En als we die winnen, dan geef ik ze wel een kans op wereldkampioenschap. Als we Brazilië verslaan, dan kunnen we iedereen verslaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, het is wel triest gesteld hoor, met het vertrouwen van het Nederlandse volk. Bijna niemand denkt dat we dat WK gaan winnen. En misschien is dat wel heel realistisch, maar ik hoop het niet. Ik wens onze jongens ontzettend veel succes. We gaan het zien.